Nooit om te vergeten, lijden en de last. Tot slaaf gemaakt, ver van huis, gedwongen weggebracht. Vandaag maken we een grote stap vooruit. Een stap richting nieuwsgierigheid. Een stap richting leergierigheid. En een stap richting begrip. Het monument is onthuld en daar zijn wij, de Surinaamse en Caribische gemeenschap, blij mee. Omdat er nou een plek is voor de herdenking van het slavernijverleden. Heel veel mensen van Antilliaanse en Surinaamse afkomst hunkeren al heel lang al naar een plek waar zij zichzelf in kunnen vinden. En burgemeester Weterings die heeft in het eerste jaar dat wij de herdenking deden al duidelijk gemaakt dat hij daar voorstander van is. En daarbij is onze stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst betrokken geweest. En daar zijn we heel blij mee. Het monument symboliseert de pijn van onze voorouders, het verdriet. Maar ook de kracht van het verzet, zodat we vrij konden zijn. Het moet een plek worden voor herbezinning, herontdekking van ons verleden. En een blijk zijn van waardering en erkenning door de Nederlandse samenleving. Ook Tilburg heeft met slavernij te maken en koloniaal verleden. Omdat mensen die in Tilburg woonden, plantages hadden in Suriname. En let erop dat wat er toen gebeurd is ook een doorwerking heeft. Alleen maar omdat we zwart zijn. Dat zie je in de manier hoe men met je omgaat. De schooladviezen die onze kinderen juist niet krijgen. Waarop je geweigerd wordt bij een dansgelegenheid waar de portier wit is. En die zegt gewoon tegen jou, je komt niet binnen. Ik ben nazaat van de tot slaaf gemaakte. En ik heb hier achter mij een kast staan en daar verzamelen wat souvenirs. Wat ik het meest bijzondere vind is deze koriaal. Waarmee de marons de Surinaamse rivieren bevaren. De marons die zijn toen de tijd van de plantages weggelopen, naar het binnenland gevlucht. En hebben daar dorpen gesticht. Precies zoals dat in Afrika ook normaal was. En ze hebben op die manier hun eigen vrijheid gezocht en gevonden. Ik heb een schaaltje van mijn oma. En daar deed ze alles mee. Ze at eruit, ze dronk soep eruit, thee. En ze poetste ook de tanden en dat spuugde ze in, dat gooide ze weg. Wij vonden het als kind heel vies, maar hadden wel respect daarvoor. Omdat zij leefde in die tijd. En misschien was dit haar stukje vrijheid. Mijn grootste wens is dat de mensen op een goede manier met elkaar samenleven. En dat iedereen gelijke kansen krijgt. En dat dit monument zal kunnen bijdragen aan de dialoog over ons gezamenlijke verleden. Samenwerken, betere mensen te zijn.